bedoel je nou? Jij was een lul. Ja. Ik heb jou opnieuw uitgevonden. Jongens, relax. Het spijt me. Ik vind het heel gaaf geworden, echt waar. En voor mij is het gewoon... iedere lezer heeft zijn eigen lezing en Frank Lammers heeft deze lezing en die is te gek. Ik denk dat hij veel los gaat maken. Er zitten heel veel verhalen achter wat er kan gebeuren in een leven. Een klein lijntje, wel of niet succesvol worden. Ik denk dat heel veel mensen hier veel van kunnen leren. Maar het belangrijkste is dat er eigenlijk vooral heel veel mensen naar de bioscoop gaan. Want ik ben pas echt heel tevreden als we straks boven de 100.000 uitkomen. Als ik er iets over mag zeggen, ik vond het een prachtige film, maar ik vond het ook een heel artistieke film. Ik vind niet per se een enorme grote publieksfilm. Dus je zegt, ik wil een heel groot publiek ermee trekken. Maar juist, ik had niet het gevoel dat je grootste ambitie ermee was. Nee, je wilde gewoon een goede film maken. En ik hoop dat Nederland dat het kan waarderen. Is dat je als je echt een goede film maakt... Dat er dan minder vaak veel mensen naar gaan kijken. Dat is natuurlijk eigenlijk heel raar, hè, jongens. Dus jongens, wij hier in Brabant, dus jullie kunnen daar gewoon veranderen. Hier, jullie eigen verslaggever van Omroep Brabant. Hier, ja, neemt hem maar in beeld. Hier ja, is die. Die zegt, ik vond een hele goede film, zei hij. Ja. En die gaat zijn familie nog meenemen. En zijn neefjes. En zijn neefjes. En zijn gaat hij dan beloofd hij nou op de camera. Het is een goede film. Okay. Ik neem ze mee. We gaan kijken. Super goed. Snap je? Mannen gaan aan het bier. Jongens, ja, bedankt. Kijk eens, hier zijn ze al. Hey. Dankjewel.